Tammy Lee Leppert was een bijzonder getalenteerde meid. En tot haar 18e had ze zelfs al meegedaan aan zo'n 300 schoonheidswedstrijden. En van die 300 wedstrijden waar ze aan mee had gedaan, sleepte ze 280 hoofdprijzen in de wacht. Ja, het is echt bizar. En ook timmerde ze lekker aan de weg naar succes, want ze wilde heel graag actrice worden. Nou, dit begon best wel goed te lukken, want ze kreeg al kleine rolletjes in Scarface, Little Darlings en Spring Break. Tammy's leven, die leek gewoon, ja, het leek gewoon perfect te zijn. Tot 6 juli 1983. Dat is namelijk de dag dat Tammy ineens spoorloos verdween. Tammy, of Tammy Lee zoals ze ook al werd genoemd, werd op 5 februari 1965 geboren in Rockledge in Florida. Over haar vader kan ik niks vinden, over haar moeder wel. Haar moeder was namelijk Linda Curtis. En Linda was modeling agent en theatrical agent. En ze zag al vrij snel dat Tammy best wel getalenteerd was. En dat het gewoon een heel erg mooi kindje was. Ze besloot dan ook dat Tammy op 4-jarige leeftijd moest meedoen aan pageants. Dus ze liet Tammy meedoen aan die pageants. En dat heb je vast al gezien. Ik weet niet of je Toddlers and Tiaras kent. Ik heb daar ooit een keer een stukje, ben ik daarvan tegengekomen op YouTube. Dat zijn gewoon van die moeders die echt hun hele jonge dochters aan van die schoonheidswedstrijden mee laten doen. En dan met dikke make-up en allemaal extensions en weet ik het wat. Al die gekkigheid. Nou ja, ik vind het vrij apart. Maar goed, Linda zei dat Tammy het ook op jonge leeftijd al best wel leuk vond. En Tammy die bleef er ook mee doorgaan. En daarom deed ze ook op haar 18e ook mee aan van die schoonheidswedstrijden en van die misverkiezingen. Tammy koos er ook voor bij die misverkiezingen. Daar heb je zeg maar een onderdeel waar je een soort talent kan laten zien. En Tammy koos acteren als talent omdat er bij die pageantverkiezingen en bij die misverkiezingen er kwamen vaak van die scouts kijken. Dus ze dacht, dat ga ik doen, omdat ze natuurlijk actrice wilde worden. Nou, en dit lukte. Ze werd een paar keer gescout voor lokale commercials. En later werd ze zelfs gescout om voor CoverGirl iets op te nemen. We spoelen eventjes door naar de 18-jarige Tammy. En zoals ik al eerder had gezegd, had ze een rolletje gekregen in de film Spring Break. Nou, alles goed en wel. Het filmen was klaar. En dat weekend, nadat het filmen was afgerond, werd er een feestje gehouden waar Tammy naartoe ging. Naar verluid was het een feestje waar Tammy verder niemand kende. En er moet gewoon iets heel raars zijn gebeurd op dat feest. Want Tammy kwam terug van dat feest als een heel ander persoon. Ze was angstig. Ze durfde niet alleen naar buiten. Ze weigerde om eten te eten wat niet gesield was. Dus wat niet voor haar ogen opengemaakt werd. Omdat ze bang was dat ze vergiftigd werd. Het was gewoon een heel ander meisje. Waar ze eerst heel vrolijk en blij en onbezorgd was. Was daar ineens niks meer van over. En op een gegeven moment toen zei ze zelfs tegen haar moeder. Mam, wat zou je ervan zeggen als ik denk dat iemand mij wil vermoorden? Nou, Linda schrok zich natuurlijk helemaal te apenzuur. En die zei, hoezo? Denk je dan dat iemand jou wil vermoorden? Toen zei Tammy, ja, dat denk ik. Dus Linda, die schrok daar heel begrijpelijk wel heel erg van. En die begreep eigenlijk ook ineens waarom Tammy zich zo raar had gedragen. Maar Tammy wilde dus niet zeggen wie dat ze dacht dat haar dan ging vermoorden. Want dat kon ze niet zeggen, want anders zou die persoon haar dus vermoorden. 2 weken na het feest waar Tammy zo bezorgd vandaan was gekomen, kreeg ze een rolletje, een klein rolletje in de film Scarface. En deze film zou in Miami gefilmd worden. En Tammy zou dus in die tussentijd verblijven bij een vriend van de familie genaamd Walter Leibowitz, als ik het goed uitspreek op die manier. Nou, alles ging goed en wel, tot op de casting director naar Walter belde op de 4e dag van het filmen. Tammy zou namelijk ineens uit het niets helemaal hysterisch zijn geworden nadat ze had gezien dat ze een film dat ze een scène gingen opnemen met pistolen en nepbloed. En Tammy die begon blijkbaar helemaal te schreeuwen, ze gaan me vermoorden, ze schreeuwde iets over geld witwassen en dat ze geen plek had om zich te verstoppen. Dus die casting director had zoiets van, nou kom er maar ophalen, want ik weet ook niet wat we hiermee aan moeten. Nou, dus die Walter die kwam er halen. Heeft Tammy meegenomen. Later heeft Tammy besloten dat het toch maar beter was om naar huis te gaan om bij haar familie te zijn. Oh ja, vanaf dat moment dat de casting director naar Walter had gebeld, heeft hij dus Tammy opgehaald. En Walter heeft ook naar Linda, dus Tammy's moeder, gebeld. Die op haar beurt zei dat Tammy meteen een melding moest maken bij de politie. Maar dus dat ging Tammy doen.
Alleen schijnt het zo te zijn dat zij daar met geen woord heeft gerept over het feit dat ze dacht dat iemand haar wilde vermoorden. Tammy's breekpunt kwam uiteindelijk op 1 juni 1983. Tammy was namelijk thuis. Ze liep naar buiten om een onbekende reden. Ze ging eventjes buiten kijken. Maar toen ze terug weer naar binnen wilde, toen merkte ze dat ze zichzelf per ongeluk had buitengesloten of uitgesloten. Ze kon dus niet meer haar huis binnen. Nou, wederom ging ze helemaal. Ze raakte volledig in paniek. Ze werd hysterisch. Ze begon te schreeuwen, te krijsen. Ze heeft zelfs een paar ramen ingeprobeerd te gooien. En het enige wat hielp was dat, want Linda, Tammy's moeder, die hoorde dus het geschreeuw. Die kwam naar haar toe. Het enige wat hielp was Linda die Tammy vasthield. En zei, rustig maar, het komt goed. Ik hou van je, rustig maar, rustig maar. En dat zorgde ervoor dat Tammy dus rustig werd. Linda besloot dat het zo niet langer kon. Dus die besloot om Tammy in te checken in het Brevard County Mental Health Center, als ik het goed zeg. En ze moest daar dus ook blijven voor 72 uur, zodat er gekeken werd naar haar mental health. Dat is natuurlijk gewoon heel belangrijk. Als er iets mis is, dan en je komt er gewoon niet aan uit, je komt er niet uit, dan is het gewoon beter om hulp te zoeken. Dus dat is wat er is gebeurd met Tammy. Ze moest daar 72 uur blijven, maar is later mocht ze terug naar huis omdat ze erachter kwamen dat ze geen gevaar was voor haar familie en geen gevaar was voor zichzelf. Dus Tammy mocht gewoon weer naar huis toe. Op 6 juli 1983 om ongeveer 11 uur in de ochtend gebeurde er weer iets super vreemds. Tammy had namelijk gebeld naar vriend Keith Roberts omdat ze zijn hulp nodig zou hebben voor iets. Nou, Keith dacht prima, die heeft dus 2 uur gereden vanuit zijn woonplaats Lakeland naar Tammy toe. En Tammy, die zei ineens gewoon tegen de moeder toen Keith er dus was van, yo mam, ik ben even weg en dan kom ik zo meteen terug. En Linda zei al dat het vreemd was dat ze ineens wegging, want ze had ongekamd haar, ze zag er niet netjes uit, want normaal gesproken ging ze altijd volledig verzorgd de deur uit, maar dat was nu dus niet het geval. De twee zouden naar Cocoa Beach gaan rijden, maar onderweg kreeg ze blijkbaar enorme ruzie. Wat ervoor zorgde dat Tammy aan Keith had gevraagd of dat... ze wilde in ieder geval uit de auto, ze wilde weg bij Keith. Keith zei, nou helemaal prima, als jij dat wil, dan doen we dat. Dus hij zette haar af op een parkeerplaats bij Glassbank, bij een Exxon benzinepomp aan de State Highway. Zo'n ongeveer 8 kilometer bij Tammy's huis vandaan. En hij reed weg. Overigens liet Tammy haar tas en haar schoenen in de auto staan van Keith. Dus dat is ook vrij vreemd. Maar ja, dat is dus de laatste keer dat ze is gezien. Tammy is overigens officieel pas vermist gemeld op 11 juli 1983. Omdat Tammy inmiddels onder de volwassenenwet viel. Ik dacht dat in Amerika dat je pas volwassen bent op 21-jarige leeftijd. Maar misschien was dat vroeger anders. Want de politie had namelijk zoiets van, weet je, ze is volwassen. Stel dat ze geen contact weer wil hebben met familie of ouders, dan heeft ze daar haar volledige recht toe. Dus daarom hebben ze even gewacht totdat ze haar officieel echt vermist mochten melden. Maar nu, Tammy is verdwenen. Wat is er gebeurd? Het is een onopgeloste zaak en de familie zelf denkt dat ze wel een idee hebben wat er is gebeurd. Ze denken namelijk dat er op dat desbetreffende feestje waar Tammy toen is geweest, dat zij daar iets heeft gezien wat ze niet mocht zien. Misschien wel iets met een drugskartel. Misschien heeft ze wel iets gezien wat te maken heeft met geld witwassen. En dat ze misschien is vermoord omdat ze te veel zou weten. Overigens schijnt het zo te zijn dat de politie ten tijde van Tammy's verdwijning bezig was met een aantal zaken en mensen in de gaten houden met betrekking tot geld witwassen. Maar er is nooit naar buiten gekomen of dat nou ook daadwerkelijk te maken had met Tammy's verdwijning. Ja, en dan heb je dus die Keith Roberts. Want hij heeft Tammy voor het laatst gezien. Dus het zou het meest logische zijn als hij ook ondervraagd wordt en eventjes op het verdachtenlijstje komt te staan. Nou, dat is ook zeker gebeurd. Ze hebben hem ook meerdere keren ondervraagd. Hij deed wel wat moeilijk, maar ze hebben onderzoek gedaan en ze konden geen concrete aanwijzingen naar deze Keith Roberts vinden. En daarom is hij dus ook vrij snel van het verdachtenlijstje afgestreept. Maar dan,
Dan komen de namen van twee serial killers naar boven. De eerste is John Brennan Crutley, ook wel de vampire rapist genoemd. Ja, let that sink in. Dat is echt, denk ik, wel een van de ziekste dingen die ik ooit heb gelezen. Maar deze man werd ervan verdacht 30 vrouwen te hebben vermoord rondom 1970-1980. Dus nou, het heeft een vrij lange tijd in beslag genomen, want Tammy is natuurlijk in 1983 verdwenen. Maar ja, rond, ga ervan uit, ongeveer in die periode dat die man verdacht werd om vrouwen te hebben vermoord. Overigens is hij in 2002 heeft hij zichzelf opgehangen in de gevangenis. Hij heeft dus zelfmoord gepleegd. En hij heeft verder ook nooit uitspraak gedaan over de zaak van Tammy. Dus of hij verantwoordelijk is geweest voor haar verdwijning, dat zullen we nooit weten. En die andere man waar we het over gaan hebben, dat is Christopher Wilder of Wilder of hoe je het ook noemt. Hij wordt er namelijk van verdacht om rond 1980 minstens 8 vrouwen te hebben vermoord. Maar ze hebben sterke vermoedens en misschien ook zelfs wel aanwijzingen dat het er best wel een stukje meer zijn. Dat hij meer vrouwen zou hebben vermoord. Hij zou dit hebben gedaan in heel Amerika en dus ook in Florida. En hij wordt aan Tammy gelinkt omdat hij vrouwen zou lokken met praatjes over dat hij een modelscout was. En dat hij mooie, goede baantjes voor hun kon regelen. En Tammy was hier natuurlijk best wel gevoelig voor. Want zij wilde dus heel graag succesvol worden in de acteerwereld. Dus mensen vermoeden dat hij er misschien wel iets mee te maken heeft. Helaas zullen we dit waarschijnlijk ook niet te weten komen. Want hij is namelijk in 1984 overleden in een shootout met de politie. Ja, en dat maakt deze zaak dus nog steeds onopgelost. Helaas is Linda, dus Tammy's moeder, in 1995 overleden. Ze zal dus, als ooit naar boven komt wat er nou precies met Tammy gebeurd is, zal zij dat dus niet weten. Ja, tenzij je gelooft in a higher power, zeg maar. Maar dat is heel erg heftig dat nabestaanden geen... Het is natuurlijk al verschrikkelijk dat er zoiets gebeurt. Maar het tweede ding is dan dat nabestaanden zo lang in met zoveel vragen zitten, zoveel ongeloof. En dat is best wel heftig. Tammy's familie is overigens nog steeds bezig met de zoektocht. En ze hopen nog steeds dat ze erachter komen wat er nou precies met haar is gebeurd. Ze hebben ook een Facebookpagina opgericht. Ik zal daar weer een linkje van in de beschrijving zetten. Want daar staan ook een aantal dingen op over Tammy en over deze zaak. Dus als je daar meer over zou willen lezen, dan zou ik je zeker aanraden om dat eventjes te gaan bekijken. Ja, het is echt weer een hele triestige, heftige zaak. Maar goed, ik hoop dat je het een interessante video hebt gevonden. Ik hoop dat ik je wat heb kunnen leren. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei!